Meneer Opstelten, hoe beschrijft u dat wat Gerrit Kerkhoff allemaal heeft betekend voor Feyenoord en voor de stad Rotterdam? Ja, het is een icoon voor Feyenoord, dus ook voor de stad. Ja, een legende. Natuurlijk als speler vroeger, rechtsback, maar ook als bestuurder voor Feyenoord in allerlei verantwoordelijkheden heeft hij enorm veel gedaan. Hij was er altijd als het nodig was. Als de club in problemen was, was hij er. En hielp hij de club weer in een nieuwe oplossing. Hij heeft ook allerlei functies bekleed. Het is gewoon een icoon voor Feyenoord. En echt een legende. Wat was uw band met hem? Nou ja, we zagen elkaar natuurlijk. Eerst als toen ik burgemeester was, is hij ook wel met een comité bij me gekomen om eens even te brainstormen. Wat moeten we nu doen? Ik zag hem natuurlijk ook bij de wedstrijden als trouwe Feyenoord supporter. En ik heb het is voor mij ook een grote eer als STICO, dat is de Stichting Continuïteit Feyenoord, die het een beetje het erfgoed van Feyenoord mag behartigen op achtergrond. En hij was daar de strenge voorzitter van, dat ik hem mag opvolgen. Ja. Wat is uw mooiste herinnering aan Kerkum? Ja, er zijn er te veel. Er is niet één moment, maar het is gewoon een markante persoonlijkheid. En niet alleen een krachtige man, maar ja, die veel heeft betekend voor de club, zijn club, maar ook mijn club. Wat vond u van de dienst in de Maasgebouw? Heel indrukwekkend. Er is heel goed gesproken door mensen die ook heel veel met hem meegemaakt hebben. Echt, dat waren echte kameraden die spraken. Heel indrukwekkend.